Goedemorgen en leuk dat je weer kijkt naar ons YouTube-kanaal. Ik ben Jenno, ik ben Jolien. En we maken iedere dag een nieuwe vlog. En vandaag is toch wel een heel bijzondere dag. Ja, hè? Want wij zijn vandaag 3 jaar samen. 3 jaar geleden hebben wij een verkering gehad met elkaar. Gehad? Gekregen met elkaar. Het is nooit meer uitgegaan. Nee, al 3 jaar. Ja, we zijn 3 jaar mensen samen. Mensen verwachten het eigenlijk niet dat we het zo lang zouden volhouden met elkaar. Maar kijk, ze zien elkaar zo? Nog altijd heel graag. Ja, in het begin was dat toch zo. Heel veel mensen vonden dat wel grappig en geloofden het zo precies zo niet echt. En, kijk, dat viel wel mee. Ik had ook nooit niet verwacht dat ik zo lang met jou zou volhouden. Nee? Jawel. Ik ook niet hoor. Maar ik ben wel heel erg blij dat omdat we 3 jaar samen zijn. En om dat dan een beetje te vieren, gaan we tijdens onze drukke werken in ons pand toch nog heel eventjes genieten en samen ontbijten vandaag. Ja. We staan hier aan een restaurantje, de Bareel. En je hoort het misschien op de achtergrond. Het is vlak aan een treinspoor. Ja. En daar kan je een ontbijt nemen. Enfin, als het niet vol zit, hè. Ja, wie weet. Want eigenlijk hebben we niet gereserveerd, hè. We hebben niet gereserveerd. Dus het is allemaal een beetje op de bots gegaan. Ja. En we zullen het wel zien, hè. En ze hadden dus nog een plekje. We zitten hier gezellig op het terrasje. Met een hele grote karaf. Een karaf is een heel groot mandje. Een heel groot mandje. Amai, zeg, wat heb ik. Een heel groot mandje met daarin allemaal verschillende broodjes. Het is heel leuk gepresenteerd, hè? Ja, heel fijn. Heel romantisch. Ja, kijk zie. Ik ben heel erg blij om allemaal 3 jaar samen zijn, schat. Ja, ik ook. Smakelijk. Smakelijk. En wij zijn intussen terug in ons huisje. Jenno is eventjes beneden bezig om in ons sanitair blok van alles in orde te maken. Want ja, natuurlijk, een zaak moet natuurlijk ook een toilet hebben. En daar zijn we nu eventjes aan bezig. En ik was heel even bezig ook op de computer om allemaal papierwerk in orde te brengen. Voor de elektriciteit en het water en al die dingetjes allemaal. Echt super oninteressant eigenlijk. Maar het moet natuurlijk ook wel gebeuren. Dat is een beetje het nadeel van het starten met een eigen zaak. Dat er wel heel veel papierwerk bij komt. En vaak is het ook niet allemaal even duidelijk van ja, sommige documenten. Dat ik echt precies wat er gewoon Chinees op staat. Echt, ik snap het heel vaak niet. Maar het komt wel allemaal goed. Nog eventjes geduld. Dan hebben we binnenkort ons eigen zaak, eigen geelty, ons eigen koffie- en theehuisje. En daar kijk ik dan wel weer heel erg hard naar uit. En ik ga me nu stiltjes aan hier een beetje nog klaarmaken. Want mijn mama, het is vandaag maandag trouwens, mijn mama die heeft ons uitgenodigd om bij haar thuis te gaan grillen. Ook omdat het vandaag natuurlijk een speciale dag is. Jan en ik zijn 3 jaar samen. En dan vond het wel leuk om nog iets extra speciaals te doen. En dus dan gaan we straks eventjes bij hun thuis gaan grillen. Het waren toch heel wat werken, maar stukje bij beetje komt alles wel goed en zie je het alleen maar beter worden. Dus dat is eigenlijk wel heel erg fijn, zodat je dat proces kan opvolgen. Maar toch, we dachten eigenlijk al eerder open te gaan. We dachten eigenlijk half juli te kunnen openen. Dat lijkt nu toch niet meer zo realistisch. Het zal toch later worden. En Jean hoort dat helemaal niet graag. Hè? Nee, helemaal niet. Maar ja, het is nu eenmaal zo. Die werken die nemen gewoon heel veel tijd in beslag. En, loopt niet allemaal van een leien dakje, maar goed, zo is dat in het leven. Hè? Altijd een rollercoaster eigenlijk. Hè? Soms gaat het heel erg goed en soms gaat het iets minder goed. En ja, zo gaat het de hele tijd bergop en bergaf. Maar we moeten gewoon positief blijven en alles komt goed. Maar vandaag is het een hele fijne dag, hè? Het is vandaag sowieso een hele fijne dag. Ja. Dat, niets kan mijn dag verbroken. We zijn vandaag 3 jaar samen, ben ik heel blij om. Ja, oh, ik ook hoor. Zo'n groot buffet hier weer al. Mm-hmm. Weer al lekker, hè? We grillen vanavond. Ja, en kijk wie er ook bij is. Hey vlog. Hallo, dag Tom. En Jan, stel als jij erbij. Zoals jij bent erbij. We zitten wel ook nog wel in uw huis natuurlijk, hè. Het is dat. Mijn mama die heeft er dus vandaag een heel feestmaal voorzien. Omdat jij en ik vandaag, dus jij en ik, schat, jij achter de camera, waar we vandaag 3 jaar samen zijn. Dat is echt speciaal voor ons. Speciaal voor ons gedaan, mama. Ja. De feestmaal. Ja. Dat is heel lief. Dank je. Alle kindjes die vandaag zijn. Kijk, hier hebben we het vegetarische vuurtje. En Tommy eet vegetarisch vlees. Een vegetarische wort, dat ziet er echt wel uit als een gewone wort, hè? Is dat lekker? Ja. Ja? Danny, hè? Ik doe dat niet graag, vegetarisch hoor. Jij eet dat altijd, niet graag, vegetarisch altijd hetzelfde vegetarische vlees, hè? Ja, altijd dit. Ik heb altijd zo... Dit hier, dat is vegetarisch vlees. Mama. Wil jij wat mee aan het eten? Momenteel niks, het is aan het bakken. Hier aan het bakken. Ik zit hier nu in onze bureau. In onze bureau beneden, kijk, een heel groot bureau. En achter mij hier is dat een hele grote kast.
En dat is eigenlijk allemaal om ons papierwerk een beetje in de weg te stoppen. En die bureau heeft een heel erg leuk uitzicht. Dat even tonen. Oké, de ramen zijn wel heel vuil. Maar kijk, die bureau heeft dus een uitzicht op onze tuin. Ja, de ramen zijn heel vuil trouwens, omdat we hier hebben wit geverfd. En dat hangt een beetje aan de muur. We moeten hier ook nog een nieuwe vloer laten plaatsen, want hij is heel vuil. Gaan we nog een ander tapijt laten steken. Zo ziet dus het bureau er eigenlijk uit. Heel veel rommel er nog wel op, want we zijn nog wel helemaal aan het werken. Sinds net een paar dagen geleden hangt ook dit hier op. Dat is ons New York schilderij. En dit is het eigenlijk het uitzicht vanuit onze bureau. En zien we eigenlijk op onze tuin. Gezellig. Ik vind het super gezellig uitzicht om zo in een bureau te zitten. Wel een heel ruim bureau, dat zal ik ook even aan de andere kant ook tonen. Die bureau is zo ruim dat er echt nog heel veel plek eigenlijk over is. Hey, ik was op zoek naar een briefje die we gekregen hadden van een kijker, maar ik vind het eventjes niet meer. Oh, dus je moet ik even helpen zoeken. We hebben het al eens open gedaan, dus dat is zo'n heel klein fijn briefje. Gevonden! Joehoe, eindje goed, al goed. Het is trouwens een briefje van Paulien. Zij heeft ons een briefje geschreven. Heel mooi handschrift trouwens. Stuurt: dag Jolien en Jenno. Hierbij stuur ik jullie het laatste ontbrekende stickertje om jullie Disney-album te vervolledigen. Ja. Ze heeft dat gevraagd. We hebben dus zo'n Disney-album en daar zitten allemaal stickertjes in eigenlijk. Hè? Dus zoals je hier ziet, zo heel mooi Mickey Mouse, een draak, echt zo. Ja. We hadden hem bijna helemaal vol op eentje na. En dat is... nummertje 244. Moet ik even zoeken, hè. Ben ik er al voorbij? Ah nee, hier. Nee. Deze miste nog, 244. En kijk, dit is hem. Daar heeft Paulien een oplossing voor gezorgd. Ja, en Paulien die stuurt ook nog: verder wil ik jullie nog heel veel plezier wensen in jullie nieuwe huisje. En heel veel succes met de nieuwe zaak. Veel liefs, Paulien. Oh, en drie leuk. Kusjes. Gaat leuk. Ik had ons heel eerste leuk. Briefje dat we zo van een kijker aankregen. En zo mooi geschreven, zeg. Ja. Echt een heel gaan mooi we zeker schrift. Wel bij jou. Dankjewel, Paulien. Ja, ons boek is dus nu ook compleet. Wil jij hem graag in hangen, schat? Of zal ik het beter doen? Nee, plak jij maar. Mooi kleven, hè? Ik ben daar nu echt zo lang naar aan het uitkijken geweest. Dan gaat ze hem nog scheef plakken. Nee, hoor. Wat leuk trouwens als het laatste stickertje zo'n blinkende sticker is. Ja, nu gaat hij natuurlijk niet los. Zeker als je op mijn vingers zit te kijken, ja. Ik ga even scheef. Mooi recht, hè? Niet beginnen, hè? Tada. Hij hangt, dames en heren, ons boek is vol. Hij kleeft, ons boekje is vol, liefje. Echt, en daar zo blij mee. Trouwens, ik vind het zo leuk ook die warmtestickers. Bijvoorbeeld, hier zit er een warmtesticker. Kijk, dan komt er iets te horen. Kijk, tada. Ja. Ik zal nog eens eentje doen als ik er eentje tegenkom. En hier ook. Dus kijk, dus nu zie je niks. Niks. En dan... tada! It's magic, it's Mowgli! Ja, dat vind ik echt heel plezant. We moeten binnenkort nog eens naar Disneyland Parijs gaan, hè? Ja, zo mooi. Het is nu momenteel ook 25 jaar Disneyland Parijs. Ja. Dat is echt wel een mooie reden om eens naar daar te gaan. Zeker. Echt. En zeker ook al die nieuwe attracties. Hè. Ze hebben bijvoorbeeld van Space Mountain, hebben ze nu Hyperspace Mountain gemaakt. Ja, dus moeten zeker als ze ook wel een keer gaan doen. En Star Tours, dat is de attractie waarin je zeg maar, naar de wereld van Star Wars wordt geschoten met een shuttle. Die is geüpdate. Daar ben je niet zo gek van, hè? Nee. Gezondheid! Het komt dat er hier nog heel erg veel stop. Jolien is daar niet zo gek van die attractie, omdat dat een simulator is. Hè. Je wordt niet echt in het universum geschoten, ja. Hè, maar het lijkt wel alsof het zo is. Dus daarom vindt Jolien dat niet zo leuk. Ik vind het op zich wel heel erg leuk, maar ik word altijd gewoon misselijk. Ja. Dus daarom vind ik het eigenlijk niet leuk. Dus, ja. Dan moet ik dan alleen ingaan. Ja. Had ik al eens gezegd dat op de een of andere onverklaarbare redenen wij altijd om later dan 10 uur in bed liggen. Het is nu al bijna 11 uur weer al en de tijd die vliegt hier echt en voorbij. En je moet nog één vlog nog monteren. Ik moet nog een vlog monteren ook nog.
Dus het is echt heel raar. Hier gaan wij, echt sinds wij hier wonen, zijn we nog geen enkele keer voor middernacht in ons bed geweest. Nee, dat is heel vreemd eigenlijk. Ja, volgens mij gaat eigenlijk ook de tijd hier sneller of zo. De tijd gaat hier sneller, dat is echt wel zo. Ja, ik denk het wel. Dat kan niet anders. Ja, maar ik lig nu wel al in bed, want jij was juist ook opeens, jij vroeg ook op een ander filmpje nog uit de monteertoon van gisteren. Ik was in bed aan het kijken op de PlayStation naar Netflix, in onze slaapkamer. En ik ben aan het kijken naar Suits. En ja, ik vind het gewoon een hele leuke serie. Ik ben echt een beetje eigenlijk aan het bingwatchen. Nee, wel dol op, hè? Op ja, die word ik ben ik echt aan het bingwatchen. Ik heb nu ook al een seizoen 4 en er zijn er maar 5 momenteel, denk ik. Dus het kan je beschikbaar. Ja, ik denk dat ik zelfs al bijna seizoen 5 ga beginnen. Dus het gaat echt heel erg snel. Nee, goed, ga jij dan nog maar even verder bingwatchen? Ik moet nog een vlogje monteren. En ik ga ook nog lezen. Lezen in je boek. Hier, het boek van Aad. Dus een paar dagen geleden heb ik dit boek aan Jeno cadeau gegeven, inclusief dan toen op de signeringssessie van Aad van Bastien en Adriaan. Ja. En daar ben je nu een beetje verslaafd, want je bent al vrij ver. Hè. Je zit toch al... Eens kijken op welke pagina ik al zit. 79, ja, dus het gaat goed vooruit. Ik ben blij dat je blij bent met je cadeautje. Bedankt daarvoor. En graag gedaan. Ik ben zo lief. Ik zou heel erg graag. Ik vond het een heel leuke dag vandaag. Ja, ook het was een beetje een drukke dag. Heel stressierende dag. Het was wel leuk. Het ontbijt was leuk. Het grillen was leuk. Heb ik er wel van genoten. Ja. En er komen nog heel veel andere dagen aan waar we ook andere leuke dingen kunnen doen. Waar we misschien ietsje meer tijd hebben voor elkaar. Want we hadden niet zo heel erg veel tijd voor elkaar vandaag. Maar het komt wel zeker wel goed. Komt allemaal in. Ja, als je het leuk vindt, dan doe zeker de duimpjes omhoog. Vergeet ook niet te abonneren en ring de bel en te reageren hieronder. Tot morgen! En vind ook eens onze pagina van Geotie leuk. Ja, dat is geotie.lille. Ja, op Facebook. Ik ga het hieronder even ook nog in de omschrijving zetten. Doei, tot morgen! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.